No way. No way. Jongens en meisjes, ik ben de nieuwe buurman van Slender. Nee, 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 nee! Wacht. Oh, yes, jawel. Oh, wat een geluk. Hij wou mijn plek innemen. Hij wou mijn plek innemen. Maar hij heeft het niet gedaan. Mijn naam is Joshua. Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben de buurman van Slender. Welkom bij 2-player horror. Horror tycoon. Leuk dat je kijkt, leuk dat je er bent. Ik vertegenwoordig vandaag de enge clown. En mijn buurman, dat is Sloenderman. Ik geloof niet dat jij kan kiezen uit deze twee. Stel je nou eens voor, één van deze twee karakters zou jouw buurman moeten zijn in Roblox. Welke zou jij dan kiezen? Zou jij gaan voor de clown? Of zou jij gaan voor Slender? En waarom? Kijk, Slender lijkt mij best wel nice, want hij heeft namelijk geen gezicht. Dus hij kan ook niet zien waar jij bent, dus hij kan je niet laten schrikken. En de clown die heeft waarschijnlijk allemaal leuke grapjes. 5 crates vallen uit de lucht. Pak ze. Oh, er is een crate. Oh, er vallen crates! Gratis crate! Ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik de eerste crate pak. 3, 2, 1. Ik ben sowieso sneller. Oh, bam! Oh, wat is dit? Jongens? Een potion? Pardon? Ik ben gemaakt van roest. Dat is niet nice. Ik ben een man van metaal. Denk ik. Of zo. Oké, prima. Buurman van Slender. I like it. Mijn nieuwe woning in Roblox. Well, let's see. Wat kunnen we doen? Kunnen we een klein beetje geld erbij kopen? Zullen we gaan voor 2.500 cash? Nee, laten we gaan voor 30.000 cash. Dat is een mooi begin om de video mee te starten. We beginnen met werken. Lijkt mij verstandig. Verstandig idee? Wat gebeurde daar? Oké, we maken cash dropper. Oh, er is een rainbow upgrader voor 400 Robux. Nee, Job. Nee. Sorry, jongens. Het is echt gewoon... Het is lastig om mezelf in bedwang te houden voor wat betreft dit soort games. Jongens. We hebben denk ik... We hebben een geheime... Geheime clownbasis. Hey, luister, jij hoort hier... Het is een 2-player tycoon. Dus wij werken samen hier, of niet soms? Is dat het? Ik denk het. Is dat een reden waarom die hier rond blijft lopen? Het zou best kunnen. Oké, right. Laten we eerst een wapenkamertje maken. Laten wij een muurtje neerzetten. Laten wij nog een muurtje neerzetten. En wat dacht je van nog een muurtje? Weet je, doe eens gek. Nog een muurtje. En als je echt gek wil doen, doe je gewoon nog een muurtje. Wat dacht je van een trap? Dat is ook een verstandig idee. En een tweede verdieping. En misschien ook wel wat lampjes. We zijn al ons geld kwijt. Dus we moeten eigenlijk weer een beetje geld bijverdienen. Ik heb op dit moment 3000 coins. En... Oh nee, laat maar. Nee. Ik ben wel echt de enige hier zo. Ik ben crew 3. En deze persoon, dat is eigenlijk de eigenaar van de geest tycoon. Dus ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat hij hier doet. Hij hoort hier niet te zijn. En misschien heb ik wel een idee hoe wij dat kunnen verhelpen. Wat is dit? Oh, dit is een clownwapen! Oké, dit gaan we sowieso toepassen. Waar ben jij? Waar ben jij? Jij bent daar, hè? Kom maar hier. Wat doet dit eigenlijk? Oh, wat heb ik nou gedaan? Dit is een toeter of zo. Alright, that's pretty cool. We hebben hier nog een wapentje. Ik ben heel erg benieuwd wat voor soort clownwapen dit gaat zijn. Dit is een dubbele soort van... Oh! Oké, well, that's pretty cool, man. I like that one. Dus en hoe zit het met de Slender Tycoon? Wat voor wapens heb jij? Kan ik jouw wapens ook gebruiken? Ja, dat kan. Een teddybear trap. Dus als ik deze nou hier op de trap neerleg... Kan dat? Oh! Are you serious? Ah, dus eigenlijk moet je hem gewoon op de grond gooien. En als iemand anders die teddybeer dan oppakt, dan ja, ploft hij uit elkaar. En dit is een flashbang. Ah, dat is dat ding waardoor ik net dat rare licht zag. Dat is een soort van granaatje waarmee je een mega flash laat activeren. Oké, that's pretty amazing. Laten we eens even kijken in de shop wat we eigenlijk nog meer kunnen krijgen. Want ik ben best wel benieuwd. We zijn namelijk een clown. Oftewel, de buurman van Slender. Wat betekent dat ik soms... bij Slender moet aankloppen om een bakje suiker te vragen. Ik hoop maar niet dat hij me een van zijn enge papiertjes geeft. Zou dat ook gewoon een van Slender zijn boodschappenlijstjes zijn? Die enge papiertjes die hij in het bos ophangt. Wat als dat het echte verhaal is van Slender? Dat Slender gewoon niet goed kan zien omdat hij geen gezicht heeft. En dat daarom per ongeluk zijn boodschappenlijstjes in het bos kwamen te liggen. En dat mensen dachten dat daarom een horrorverhaal was. Zou zo kunnen. Oké, wat hebben we hier? Wat is het? Een crate storm. Wij kunnen een crate storm laten activeren. Wij kunnen letterlijk een storm activeren waardoor er allemaal kisten uit de lucht komen vallen. 3, 2, 1, go! Crate storm.
Crate Storm. Oh, allemaal gratis crates. Oh, dit is awesome. Dit is zo cool. Wat hebben we gekregen? We hebben een kruisboog gekregen. Oké, dat is pretty amazing. En wat zit hierin? Moment van de waarheid. Yes! Deze die kostte normaal superveel. Dit is gaaf. En wat zit hierin? Oh jongens, kijk hoeveel crates. Ik heb een... Oh! Dit is amazing. Gratis centjes. Oh nee, zoals meneer Krabs het zegt. Centjes. Oké, ja. We moeten natuurlijk wel in een meneer Krabs vibe blijven. Wat zit hierin? We hebben gekregen een... Een banhamer. Wij zijn nu niet zomaar een clown. Wij zijn een clown die letterlijk de mensen kunnen bannen als we dat willen. Dat is pretty amazing. Wij moeten proberen al die crates te pakken. En ik zie er nog een aantal. Alleen ik heb het idee dat die nu heel snel weggenomen. Maar wat doe ik? Ik kan beter natuurlijk op mijn vliegende tapijt gaan. Is er nog ergens een crate? Iemand? Eenmaal? Andermaal? Oh, er zijn al meer mensen met vliegende tapijten, jongens. Dus ik ben niet meer de enige. Dat is... Wow. Oh! Oh, zij was zo slim! Er liggen zelfs crates, zeg maar, buiten de map om. Oh, dat is zo verstandig. Wat is dit? Kunnen we hier naar binnen? Nee, we kunnen hier niet naar binnen. Oké, guys. Dus kortom, we zijn best wel lekker bezig. Ik weet alleen even niet meer zo goed wat mijn tycoon was. Ah, deze is van mij. Nice. Oké, wat zullen we kopen? We kunnen gaan voor een derde lopende band. We kunnen hier een dropper neerzetten en we zijn al ons geld weer kwijt. Ook het geld van de clown gaat snel op, jongens. Het is niet alleen ik in Roblox die dat voor elkaar krijgt. Maar ook de clown in Roblox krijgt het voor elkaar. Nice, we hebben... eigenlijk moeten we een beetje geld bijkopen. We zouden op zich oneindig geld kunnen kopen. 4.500 Robux. You can't be serious right now. Dat is mij net even ietsje te duur, guys. 50.000 vind ik ook redelijk prijzig. Oké, weet je wat? Laten we gewoon gaan voor 30.000. Dan kunnen we in ieder geval weer het een en ander neerzetten. We kopen een barrière. Wat ervoor zorgt dat niet zomaar iedereen bij mij... Nee! Slender is verhuisd! Jongens, ik was wel zo blij dat deze geen gezicht hebbende, stropdras dragende man naast mij kwam wonen. Maar hij is verhuisd. En nu wonen we hier in ons eentje. Wat op zich ook wel leuk is. Ik ben nu een eenzame clown. Ik weet niet of dat per se bij een clown past. Ik vind clowns sowieso awesome. Veel mensen vinden clowns eng, wat ik mij ergens ook wel kan voorstellen. Want er zijn vaak enge verhalen die er bedacht worden omtrent clowns. Wacht eens even. Wij kunnen nu Slender verhuizen. Dus een kijkje nemen in zijn geheime kelder. Wow. Jongens. Wat is dit? Is dit een geheime kelder van Slender? Is dit een kelder waar hij zijn geheime papiertjes allemaal beklad, betekent en beschrijft? Ah, dat is pretty amazing. En dit is mijn geheime kamer. En we kunnen hier zelfs wapens neerzetten. 1.500 Robux. Voor de geheime clownwapens in de bunker. Like de video als jullie dat willen. Al weet ik niet zeker of ik het ga doen, want het is wel echt serieus heel erg prijzig. We hebben in ieder geval weer een aantal droppers neergezet. Hier hebben wij de vierde cash dropper. En ik denk eerlijk gezegd dat we nu boven bezig moeten gaan met het vervorderen van onze tycoon. Als wij 5000 hebben, en dat hebben we nu, dan kunnen wij de tweede wapenkamer neerzetten. Oh jongens, nieuwe clown wapens. Oh, ik kan niet wachten. Laten we even een snelle 90 of 30.000 erbij kopen. Zo, en dan kunnen wij even kijken wat voor wapens we krijgen. Dit is wapen nummer 1. Wat gaat het zijn? Moment van de waarheid. Wat is dat? Oh, een regenbooggranaat. Oké, we gaan hem tegen Slender aangooien. Slender, vanger. Oh jongens. Hij ligt letterlijk bij zijn... Dat is wat er gebeurt wanneer ik te veel Skittles eet en ik moet een scheetje laten. Te veel informatie. Oké, we gaan snel verder. We hebben hier weer een nieuw soort wapen. Dit zijn dus eigenlijk allemaal wapens die bij een clown thuis horen. Wat is dit? We kunnen een bom planten. En kunnen we hem nu ook laten afgaan? Oh, het antwoord op de vraag is ja. Oké, so this is pretty amazing. We hebben op dit moment 14.000. Dus we kunnen nog niet echt iets erbij kopen. Maar wat we natuurlijk wel kunnen doen, is nu wij een vliegend tapijt hebben, kunnen we bij andere mensen in hun tycoon inbreken. Bijvoorbeeld bij de vampier en bij Frankenstein. Oké, there we go, guys. We beginnen bij de vampier, right? We gaan kijken wat de vampier ons allemaal te brengen heeft. We moeten wel heel voorzichtig zijn, want als zij dit ziet, dan wordt ze waarschijnlijk super boos. Oh, wat? Are you serious? Ik ben in... Je gaat me niet vertellen dat ik nu allemaal wapens kwijt ben, toch?
Ah, nee, guys. Ik ben alle spulletjes kwijt die ik had aangeschaft. Dat is nou nog eens jammer. Maar we hebben wel genoeg voor de allernieuwste dropper, denk ik. Oh, nee, bijna. We hebben bijna genoeg voor de allerbeste dropper. Guys, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat in de comments weten. Zou jij in Roblox een nachtje durven slapen in een huis naast Slender? In Roblox. En niet in het echt, want dat is veel te eng. Al bestaat Slender natuurlijk niet. Maar in Roblox. Spam ja als je het zou durven. En spam nee als jij het niet zou durven. Bedankt voor het kijken. Abonneer kan heel gratis hier onderaan de video. Als jij meer filmpjes van mij wilt zien. En als jullie een deel 2 willen van deze epische tycoon, dan kun je dat hier beneden in de comments laten weten. Bedankt voor het kijken. En ik zeg adios.